Dit is Slochteren. Onder deze grond ligt die verrassende hoeveelheid aardgas. Hier wordt het gas gedroogd en de hoge druk verminderd, waarna het zich op eigen kracht door het hele land kan stuwen. ...1964. Enorme stalen buizen vormen de basis voor een slagader van Slochteren uit over heel Nederland. Na veel moeizaam gepraat heen en weer en eindeloos papieren gepuzzel wordt het tracé zo vastgesteld dat schade beperkt blijft tot alleen het onvermijdelijke. De leiding zelf wordt voor jaren beschermd tegen roest. 40.000 buizen krijgen 40.000 schoonmaakbeurten en worden naderhand van binnen gladgespoten met een laagje synthetische lak. Asfalt beschermt de buis als hij straks met aarde overdekt in het grondwater ligt. De lengte van 55 meter doorheen. En dit is zwartland. Ja. En er komt gras? Nee, daar komen voerpijen. Wij willen dus even met u daar een overeenkomstje voor maken en de schade vergoeden die we denken dat er gemaakt wordt. Ik heb daar wat fruitbomen staan, dat zijn pruimen en perziken en peren en morellen. Dus dan kan ik naar de rand nog reclameren als het me niet aanstaat. Die melk hebben wij altijd ook bestand, vriend, hè? Dan heeft u voor onze groep meneer 2577 gulden. Ik heb geen idee. Al die even tekenen hoor. De hoge steeg. Hier de check. Kruis de Broeker Molenweg. 1570 gulden. De mestkammersteeg. Wij komen dus in de naschade alles controleren. Of hoeveel de aannemer dus gewerkt heeft enzovoorts. Niet alleen mensen van nu, ook mensen van het stenen tijdperk of althans hun sporen vroegen om overleg. In mei kon nog een opgraving worden voltooid voordat de machines de sporen zouden vernietigen. Dat wil zeggen vuursteen, wat erop wijst dat er vroeger mensen gewoond hebben. Dus we zouden moeten zoeken recht naar het westen, achter de plaats waar de meeste scherven gevonden zijn. En daar zo dicht mogelijk bij en dan natuurlijk tussen die twee armen van het beekje in. ...40.000 buizen, een leiding, lassen, controleren, onder de grond leggen, vanaf de maand mei tot november. Weinig tijd voor op dit terrein weinig Nederlandse ervaring. Een arsenaal van speciale werktuigen en vakspecialisten worden uit het buitenland geroepen. Amerikaanse know-how en Frans savoir-faire, samen met Nederlandse bodemkennis, maken de uitvoering in hoog tempo mogelijk. Iedere dag, 6 harde dagen in de week, van 's ochtends 7 tot 's avonds 6, wordt in straf tempo langs de lijn gewerkt.
zo wordt de tijd gerekt. En keihard staal wordt gebogen naar de richting die door Nederlandse wegen, kanalen en sloten is bepaald. Iedere 6 minuten komt een ingenieus apparaat tevoorschijn dat bij iedere last de buiseinden onwrikbaar vastklemt nadat deze zuiver zijn gericht. Iedere 6 minuten wordt een last gecontroleerd met röntgenfoto's. Iedere 6 minuten overdekt een asfaltlaag weer een nieuwe las. Iedere 6 minuten dezelfde handeling bij een volgende buis. Een vast, hoog ritme om de nieuwe slagader gereed te krijgen in 1 korte Hollandse zomer. Honger voelt in alle talen hetzelfde. Water, in Bijbel en Koran, voldoet aan dorst en menig ritueel. Een sleuvengraver vreet zich elke dag 1 kilometer voort. Die eerste zomer moet 485 kilometer klaar. Als een hele oppervlakte van Groningen naar Limburg, dat is maar. Ze zegt wel dat het mooi is, hè? Ik heb het nooit gezien, maar ze zegt wel prachtig mooi gat is.
Om het Gronings gas in de toekomst op grote schaal te kunnen gebruiken, zal deze grote pijpleiding uit de bron de bestaande netten voeden. Op 1 mei beginnen Amerikanen en Nederlanders van de eerste aannemersgroep gezamenlijk te worstelen door natte grond en veen van Hoge Zand naar Zutphen. Van Ommen uit leiden Franse technici de tweede groep, die over Veluwe en Heuvelrug optrekt naar de Randstad Holland. Eveneens met Franse technici werkt de derde groep. Van Zutphen uit gaan ze naar de grote rivieren en vinden na de taaie klei gemakkelijker zand in Brabant. De uitzonderlijke deursnee van 90 centimeter krimpt bij graven tot een lijn van 60 diameter die Limburg van gas zal voorzien. De vierde groep passeert de Maas en vindt tot Maastricht vaste grond. Controle gaat door tot het einde. De beschermende laag wordt onderzocht op zwakke plekken voor de zogenaamde sidebooms de buis in de sleuf neerlaten. Heb je de fles of zo? Maar niet overal hebben sleuvengraver en sideboom vrij spel. Onder een weg doorboort men een doorgang om het verkeer niet te belemmeren. Bij 85 wegen en 17 spoorlijnen vertraagt noodzakelijke voorzichtigheid het tempo van de leidingbouw. Just a minute, Smitty. Hey, Smitty. Okay. Go kind of slow with it. Don't lag with about 2 feet. All right? I like to work hard. I come from Jordan. I came to see how the people, they use their mind to build the pipeline. When I work hard, I cannot eat. Because if I eat, I get lazy. That's no good. When I finish work, I can relax, eat. I like to see man strong. Voor de zinker een waterweg wordt ingedirigeerd, is ook hier weer wekenlang gepuzzeld. Met waterstaat, politie, transporteurs,
over plaats van kruising en wegomlegging, diepte van de sleuf, duur van het werk, uur van actie. Het is zondag 30 augustus. Het scheepvaartverkeer is nu stilgelegd voor de 7e rivierkruising. Commencez à tirer à l'autre feuille de tirage, commencez à tirer. De kruising is 500 meter lang. 500 meter extra verzwaarde buis. Die gedurende de overtocht onder water lichter wordt gemaakt met drijvers. Negatief, il faut pas qu'il aille plus vite que ça. Ça vous demandera du temps, ça. Stoppé pour un instant, stoppé, stop. Oh, ben. Nous sommes stoppés. Stoppé pour un instant. Bon, j'écoute. Le tirage est stoppé. Bon, je vous demande de parler pour un toestand, weet je. Ik heb het niet helemaal begrepen. Over. On peut tirer. Oui, on commence à tirer. On va aller achter een ijswijk. Had heel erg kunnen aflopen, hè. Dat moet niet meer gebeuren, over. Non, j'écoute. Allô, monsieur Bourgeois. Mais oui, j'écoute, mais lâchez la poignée, allô. Zo trokken de Fransen de zinker dwars door Rijn en Waal. Bij de Maas volgden Nederlanders een andere methode. Mr. McManus, isn't it? 36. 46. A minute, please. Get there. I'll match you. You'll match you, okay. See what you do. Give me the work. Grondwater. Grondwater, grootste vijand van pijpenleggers in Nederland. Een ingestorte sleuf betekent veel extra werk. Daarom slaan ze om de andere meter een bron om de sleuf droog te houden. Met luchtdruk wordt het gat geblazen waarin de zuigbuis kan worden neergelaten. Die Nederlandse bodem hebben de buitenlanders wel goed leren kennen als nat en week. En dat terwijl 1964 een droge zomer had.
Terwijl de dagen voorbij gaan, wordt hier geen grassprietje aangeraakt. Nog steeds zijn de onderhandelingen tussen landeigenaar en gasunie niet afgesloten. Dat betekent wachten. 8000 buizen liggen nog in het veld. Elke 6 minuten een buis. Elke 6 minuten een buis. Iedere 6 minuten een buis. Dat is iedere 6 minuten 12 meter dichter bij het einddoel. Zes dagen voor de gestelde datum komt het eerste deel van de ader onder druk. En een paar dagen later brandt reeds in zomaar een dorp het nieuwe gas van Nederland. I like to work hard. Hij heeft hard gewerkt en brood gevonden. En hij heeft er een vrouw aan overgehouden. Een eigen schat op de vreemde bodem van ons land, met arbeid en wetenschap, rijkdom heeft vrijgemaakt binnen eigen grenzen.